Nou, goedenavond. Fijn om hier eens te zijn. Een mooi onderwerp om eens over na te denken, de waarheid in pacht. Ook wel een onderwerp wat denk ik steeds dichter op ons afkomt. Hoe meer we te maken krijgen met een omgeving die steeds minder begrijpt wat we als christenen eigenlijk geloven en hoe we als christenen denken. En daarom ook wel goed om daar zelf wat bewust van te worden. De waarheid in pacht, hoe kijken anderen naar ons en hoe kunnen we daarop reageren? En om even ter introductie moest ik denken aan een gesprek tussen een niet-christelijke politicus en een christelijke politicus die elkaar goed kenden en die elkaar goed mochten. En de een werkte voor een christelijke partij en de ander voor een niet-christelijke partij. En ze hadden met elkaar een gesprek ze konden altijd goed met elkaar en ze leefden met elkaar mee als er eens wat was, bij de een of bij de ander. En ergens toch, die niet-christen, die had altijd een soort hapering als die dacht aan die christen. En in dat gesprek kwam dat er eens uit. Hij zei, het lastige vind ik aan christenen, in de omgang allemaal heel aardig en prima, maar als het er echt op aankomt, zijn christenen intolerant. Hij zei, want als het aan jullie ligt, als jullie de mogelijkheden zouden hebben enzovoorts, dan zou het zwembad, om maar een voorbeeld te noemen, op zondag dicht gaan, terwijl ik graag zwem op zondag. Hij zei, andersom, als ik aan de macht kom, als liberaal, hij zegt, dan zou het, jij wil graag naar de kerk enzovoort, dat mag, maar dan zou ik ook naar het zwembad mogen. Omdat jullie naar de kerk willen, ontnemen jullie anderen de vrijheid om hun eigen keuzes te maken, terwijl ik mijn eigen keuzes maak, maar jullie ook de vrijheid geven om jullie keuzes te maken. Jullie zijn ten diepste intolerant. Als jullie de meerderheid zouden hebben, dan. En dan leggen jullie je regels eigenlijk ook op ons. Nou, ik weet trouwens niet hoe het hier op het eiland is, maar in Moordrecht, waar ik dan zelf predikant ben, moest er in het begin zelf wel een klein beetje aan wennen, eerlijk gezegd. Daar zijn alle winkels op zondag allemaal open. En als ik vanuit de pastorie, die staat iets verderop, naar de kerk toe loop, dan komen we ook langs het winkelcentrum. En wij hebben 10:00 kerk, dus laten we zeggen 11:30 afgelopen. En nog eventjes nagesprek in de consistorie, kinderen uit de crèche. En dan rond 11:45 en dan loop je terug langs die winkels. En dan zijn ze die karretjes naar buiten aan het rijden. Bij de Kruidvat, al die wagens zetten ze dan buiten, reclameborden enzovoort. Dan begint gewoon voor iedereen alles. En dan bedenk ik me wel eens inderdaad, als ik nou het voor het zeggen had, ontneem ik dan al die andere mensen hun vrijheid om op zondag hun boodschappen te doen, omdat ik zo nodig hier naar de kerk wil. En dit is dan het punt van de zondagsopenstelling. Maar je kunt dat natuurlijk uitbreiden op allerlei ethische thema's. Als het gaat over abortus. Omdat jullie als christenen tegen abortus zijn, ontnemen jullie iedereen de vrijheid om daarvoor te kiezen. Terwijl een liberaal zegt, nou ja, weet je wat, jullie willen geen abortus, prima. Maar geef die ander de vrijheid om er wel voor te kiezen. En wij willen dan zorgen voor jouw kind dat geboren wordt, enzovoort, enzovoort. Homohuwelijk. Ja, jullie zijn er niet voor, prima. Maar waarom wil je dat dan ook gelijk alle anderen verbieden? Euthanasie. Jullie zijn ervoor om de grenzen van het leven in de handen van jullie God te leggen. Maar waarom moet dat dan voor iedereen? Is een christen ten diepste niet intolerant? Jullie doen alsof je de waarheid in pacht hebt. Dat is natuurlijk best wel ingewikkeld. Als je daarover nadenkt en ook hoe je daarmee om moet gaan met, ja, wat zeg je daartegen? En dan eigenlijk nog een stapje verder als het gaat over de waarheid in pacht hebben. Dit zijn nog de levenregels, zo gezegd. Dan kun je nog zeggen, nou ja, zo leef jij en zo leef ik en zo vul je dan je leven in. Maar als het gaat over de zaligheid, dan zeggen christenen eigenlijk iets soortgelijks. Dan zeggen ze, ja, dan is er één naam gegeven tot zaligheid. Geen andere naam onder de hemel. En dat zeg je dan als christen. Kijk, wij zijn christenen. In de zin van, nou ja, even een peiling. Wie van ons, zijn ouders, zijn altijd kerkgaand geweest? Enzovoort, ja. Dus het geldt bijna voor ons allemaal. En dat is natuurlijk een van de redenen waarom wij er ergens ook zo in rollen. Als je in Saoedi-Arabië was geboren en je ouders waren moslim geweest, dan was de kans natuurlijk groot dat je toch een heel andere. En even afgezien, hè, want we geloven in de voorzienigheid, in de leiding van de Heren daarin en hoe geweldig dat ook is. Maar je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat een ander zou zeggen, ja, wacht even. Maar dat zeg je dus als christen. Jij bent geboren in een christelijk gezin en je bent zo opgegroeid. En nu ga je ook nog eens beweren dat jullie daarin de enige ware lijn zijn. Alle anderen niet. Hoe ga je daarmee om? Alle mensen die niet geloven,
alle mensen die hele andere dingen geloven. En dan nog ietsje dichterbij, het kan ook wel een vraag zijn die wel eens naar jezelf toekomt. Dat je denkt, ja, dan geloof ik, dan ga ik naar de kerk toe. En dan belijden we die ene naam gegeven tot zaligheid onder de hemel, waardoor wij zalig moeten worden. En dan zijn daar die talloze anderen. En zolang ik maar gewoon in mijn eigen omgeving zit en al mijn dingen doe en mijn vrienden heb, dan gaat het misschien nog wel aardig. Maar als ik daar eens even iets buiten kom, of als ik soms die ontmoeting heb, of het even tot me door laat dringen, of ja, dan grijpt het misschien soms zelf ook wel eens aan. Ik las een ervaring van een evangelist. Die was in een van de grote steden van het land bezig met evangelisatiewerk. En nou, dat is natuurlijk ploeteren, weerbarstig werk. En toch, hè, met vreugde ging hij daarin door. Hij zei, toen mocht hij een keer een rouwdienst doen van een mevrouw met wie hij door de jaren heen wat contact had gekregen. En die had ook gezegd, hè, van zou je tijdens de begrafenis ook een woordje willen doen? Omdat ja, wij toch altijd van die mooie gesprekken hadden. Nou, die hele zaal met mensen, zo, niemand geloofde ervan, de kinderen niet. Maar ja, moeder wilde dat die evangelist ook wat zou doen. Die had er heel goed over nagedacht van welk gedeelte uit de Bijbel ga ik nou lezen en hoe ga ik het nou brengen, welke woorden kies ik. Een zaal vol mensen die niet geloven. En biddend was hij ermee bezig en uiteindelijk op die dag mocht hij een paar minuten ook wat vertellen. En hij probeerde even in korte kernzinnen de troost van het evangelie te vertellen daar. Hij zei, ja, die mensen die zaten het allemaal welwillend aan te horen. En toen ging ik weer zitten. En toen kwam een van de andere kinderen, hij zei, nou, en ik heb ook nog iets van, en die liet een stukje muziek horen. Afscheid nemen bestaat niet, geloof ik, zo'n nummer van Marco Borsato. En hij zette die muziek aan in dat zaaltje. En die evangelist vertelde, binnen een paar minuten was die hele zaal ontroerd. En zaten ze allemaal met tranen in de ogen en dat raakte ze. En die evangelist zei, en dat raakte mij. Hij zei, dan heb ik in alle liefde het woord van God gedeeld met die mensen. En ik heb ervoor gebeden, wat moet ik zeggen en hoe moet ik het zeggen? En even later klinkt er een seculier muziekstukje, een liedje en iedereen is geroerd. Wat gebeurt hier? Nou ja, zomaar even uit die stap en de vraag, de waarheid in pacht, hoe zit dat dan? En een vraag die ook wel eens heel dichtbij kan komen. Nou goed, we gaan er vanavond eens proberen een antwoord op te vinden. In alle bescheidenheid natuurlijk niet het antwoord of de, maar we gaan toch proberen een route af te leggen om te komen van hoe kunnen we hier nou zelf weerbaar in zijn en hoe kun je daarop reageren. En het eerste wat we dan moeten beseffen is, het christendom is echt uniek. En dat weet je ergens wel natuurlijk, maar soms is het ook wel eens goed om het weer eens tegen jezelf te zeggen. Het christendom is echt uniek. In die zin, er is niets ter wereld te vergelijken met de inhoud van het geloof van christenen. En dat beleiden niet alleen wij, maar dat is eigenlijk wereldwijd door iedereen wel erkend. Het christelijk geloof is in die mate echt uniek. Je kunt op heel veel plaatsen troost, hulp, kracht enzovoorts zoeken en vinden, maar het is niet te vergelijken met de inhoud van het christelijk geloof. Je zou kunnen zeggen, er is een soort oerneiging in ons mensen om een zoektocht in het leven te hebben naar geluk, naar heil, naar voorspoed, naar succes, naar verlossing, naar God, naar goden. En ergens in ons leven is iedereen bezig met die route af te leggen omhoog naar dat punt van geluk, naar hoe godsdiensten doen, naar goden, naar God, of hoe seculiere mensen het invullen, naar voorspoed, naar succesvolle carrière, naar gezien, gewaardeerd worden, iemand zijn die er voor anderen toe doet, al die dingen. En het christelijk geloof zegt, en al die pogingen die overal worden ondernomen, die halen nu niets uit. De Bijbel begint er al mee na de zondeval, Genesis 3. En wat gaat de mensheid dan doen? Dan gaan ze een toren bouwen die tot in de hemel reikt. De toren naar geluk. En de Bijbel zegt, elke poging om omhoog te klimmen, om dat geluk in eigen handen te vinden en te zoeken, het laat ons alleen maar verder wegzinken in het moeras van ongeloof en ongeluk. Dus dat omhoog klimmen, de Bijbel is daarin natuurlijk uniek, dat we zeggen, dat is niet de weg. Het is precies omgekeerd. Om maar zo te zeggen, toen de Heere God vanuit de hemel zijn mensheid zag ploeteren en alleen maar verder weg zag zinken, en al hun pogen om iets omhoog te klimmen, het haalde niets uit. Toen God zijn mensheid zag, toen was daar tussen de Vader en de Zoon als het ware een gesprek. En toen zei de Heere Jezus, zie, ik kom, o Heer. Dus toen wij niet meer omhoog konden klimmen, toen kwam God naar beneden. Ik kom om uw wil te doen. Dus de inhoud van het geloof is uniek.
Maar de tweede, ook de Bijbel zelf is uniek. En als je gewend bent om in je leven de Bijbel open te doen, dat ben ik natuurlijk ook, dan leef je daar wel eens overheen. Je leest, maar ook je leeft er overheen. Hoe uniek de Bijbel is. De laatste weken kwam ik daar echt weer van onder de indruk. Toen ik bezig was met het Leidensevangelie en de Leidenstijd. En als je dan op weg gaat naar Goede Vrijdag en Pasen. Hoe geweldig de Bijbel eigenlijk ook gewoon als boek van de Heer in elkaar steekt. Dat inderdaad de Heilige Geest daarachter zit. En dat mensen gedreven door de Heilige Geest dat gemaakt. Dat zo hebben op mogen schrijven en moeten schrijven. En hoe je al die verbanden, dat talloze verschillende auteurs over een periode van duizenden jaren uiteindelijk toch die ene kern bedoelen. En dat niet alleen als het gaat over die grote verbanden, de hoofdlijnen, maar dat binnen die hoofdlijnen ook al die kleinere verbanden eigenlijk datzelfde beogen. De laatste tijd kwam ik daarvan echt onder de indruk, ook bijvoorbeeld de uittocht uit Egypte. Nou ja, op weg naar Goede Vrijdag, een geweldige geschiedenis. Hoe de Heere het volk bevrijdt uit het slavenhuis Egypte, het land van de angst, van de zonde, van de dood, slavernij. Hoe de Heere ze uit dat land bevrijdt door de Rode Zee. Rood, de kleur van het bloed van het kruis van de Heer Jezus. Het verzoenende bloed, het reddende, verlossende. Door die Rode Zee heen en dan op die woestijntocht van het leven. Op weg naar het land Kanaan. Op weg naar het land van de belofte. En ergens is ieder gelovige, iemand die zo'n route aflegt, verlost uit het slavenhuis van de zonde. Als je niet verlost bent, ook vanavond, dan zit je nog in dat slavenhuis van zonde en dood. Hoe sympathiek of aardig het er ook kan uitzien. Maar dat is onze oorsprong. En dan verlost door dat bloed van de Rode Zee, door de woestijn op weg naar Kanaan. Dus dat is dat grote verhaal van de uittocht. Maar dan is het wonderlijke dat binnen dat grote verband er allemaal van die kleine onderdelen zijn die tegelijkertijd daar ook weer heen wijzen. Hoe de Heer Jezus verlost uit het land van zonde en dood en brengt naar het land van de belofte, ja. Maar als je dan die woestijnreis ziet, dan zie je dat Mozes op een dag op een rots slaat in plaats van er tegen te spreken. En dan komt er water uit die rots. En dan zegt Paulus, eeuwen later, die rots, 1 Korinthe 10, dat is de Heer Jezus. En zoals dat water uit die rots stroomde toen bij Mozes in de woestijn, zo stroomt het water uit de Heer Jezus, het water van het leven. En dan heb je op die woestijntocht op een dag manna, brood uit de hemel. En dan zegt de Heer Jezus in Johannes, ik ben het hemelse brood, het brood dat uit de hemel is neergedaald. Uw vader hebben manna gegeten in de woestijn, ik ben het levende brood. En het brood dat ik ga geven, dat is mijn lichaam. En dan even later in die woestijn zijn daar opeens allemaal vurige slangen. Is het volk mopperend en murmurerend, ongehoorzaam en opstandig, ondankbaar met wat God geeft. En dan komt de straf van God, zijn er allemaal die slangen en die bijten. En dan is Israël natuurlijk angstig en berouwvol. En dan zeggen ze, Mozes, bid voor ons, help ons. Want we moeten hieruit verlost worden. Dan gaat Mozes inderdaad bidden. En dan zegt God, Mozes, maak een slang, zet hem op een staak van koper. Zet die midden in die ellende. En iedereen die één blik op die slang werpt, die is genezen. En dan is het eeuwen later in het Johannesevangelie. En dan zegt de Heer Jezus, zoals toen die slang, zo word ik verhoogd in die woestijn van zonde, ongehoorzaamheid, opstandigheid van deze wereld. Zo word ik verhoogd en dat is mijn sterven. Dit is dat grote verband. Dat is uniek hoe die geschiedenis van Israël in dat leven van de Heer Jezus terugkomt. Maar in die geschiedenis, al die kleine verbanden, dat zegt eigenlijk al die bladzijden van de Bijbel laten ons maar één ding zien. Het wil heen leiden naar Goede Vrijdag en Paasmorgen. Om ons leven vast te binden aan het leven van de Heer Jezus. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Nou ja, en dan nog iets unieks. Als het gaat over de christelijke God, dat is de drie-eenheid. En dat is ook altijd wel goed om even te beseffen. Bijvoorbeeld als het gaat over het verschil tussen christenen en moslims. Dan zijn wij snel geneigd, wat is nou het verschil tussen christenen en moslims? Ja, moslim
Vrouwen hebben hoofddoek op en ze gaan naar een moskee toe en er klinken van de minaretten allerlei andere muziekachtige, zangachtige geluiden enzovoort. Maar dan zit je wel echt in die uiterlijke sfeer. Als het gaat echt om de inhoud, de diepste kern, wat is het verschil tussen bijvoorbeeld moslims en christenen, dan kom je op het punt van de drie-eenheid uit. Dat de Bijbel zegt, de Heere is Vader, Zoon en Heilige Geest. Het unieke van het christelijk geloof in zijn inhoud, dat God vanuit de hemel naar beneden komt, in plaats van dat wij omhoog moeten klimmen. De Bijbel als een uniek boek en de Heere als de drie-enige God. Maar goed, dat is een eerste stap, want dan kun je zeggen, oké, het christendom is uniek. Maar daarmee is natuurlijk nog niet gezegd dat het christendom ook de enige weg is. Je kunt zeggen, ja, oké, inderdaad, heel uniek. En zeker als je het zo even weer schildert, ja, geweldig. Maar is het daarmee ook alleen het enige? Heeft een christen daarmee de waarheid in pacht? Sommigen zeggen namelijk, er is maar één God. En alle andere godsdiensten en alle andere pogingen van mensen, je zou kunnen zeggen, dat is een bergtop. En bovenop die bergtop, dat is dan God. En of je nou via de achterkant omhoog klimt, via misschien een hele ingewikkelde route, dat is dan de Koran. Of dan via de voorkant, via een hele heldere route, dat is dan het christelijk geloof. Maar welke kant je van die berg ook kiest, uiteindelijk komt iedereen bovenaan uit. Of soms wordt ook wel het beeld gebruikt van vensters, dat je zegt, God in de hemel en uiteindelijk heeft ieder geloof een soort raam, een venster en daardoor kijk je en heb je een bepaald zicht op God. En zo bezien zou je kunnen zeggen, hoe meer godsdiensten je samenvoegt, hoe helderder, hoe mooier het zicht is. Nou, dat klinkt natuurlijk heel sympathiek, maar dat is een hele ingewikkelde en ook onbijbelse route. In die zin, dan moet je zoveel verschillen tussen geloven en godsdiensten gaan gladstrijken om uiteindelijk uit te komen bij die ene God. Want over wie hebben we het dan? En daarnaast, hoe sympathiek het ook lijkt, het is ook niet zo eerlijk richting andere geloven. Want dan doe je alsof uiteindelijk onze God de enige is en al die andere godsdiensten en gelovigen, nou ja, zonder dat ze het weten, uiteindelijk dienen ze ook ergens onze God. Je praat het zo recht dat ze uiteindelijk ergens in ons straatje passen. En misschien dan via de achterkant van de berg. Maar misschien is het toch uiteindelijk de God die wij ook dienen. En dat is natuurlijk heel vriendelijk. Maar als je dat aan een moslim of een anders gelovige zou vragen, die herkent dat natuurlijk zelf ook niet. En die zegt, nee, helemaal niet. De God die ik dien is een compleet andere dan die jullie christenen dienen. Dus het is ook de vraag of het respectvol is richting andere gelovigen om te doen alsof zij onwetend ergens toch allemaal de christelijke God dienen. Daarom begon ik met het unieke. De Bijbelse God is de drie-enige God. De Vader die de aarde geschapen heeft. De Zoon die gekomen is voor de verlossing. En de Heilige Geest die dat wil toepassen aan harten en levens. Nog een vraag daarbij. En dan moeten we eigenlijk de vraag eerst maar eens omdraaien. Nu zitten wij telkens te spreken over wij beneden. Hoe komen wij boven? Maar de vraag is ook omgekeerd. En misschien wel in de eerste plaats omgekeerd. Niet wij schepsels gaan spreken over hoe en wat de schepper is. Maar eerst maar eens bij God zelf vandaan. En dat is ook het antwoord op bijvoorbeeld zo'n politicus die zegt, jullie zijn uiteindelijk intolerant. Want jullie dwingen wat jullie geloven, nou ja, hè, dan wil je niet alleen de vrijheid voor jezelf, maar dat leg je dan een hele samenleving op. Dus jullie zijn niet alleen tevreden met, nou ja, als ik dan maar naar de kerk kan op zondag, nee, dan moet iedereen op zondag rust houden. Waar komt dat idee vandaan? Nu, en dan moet je beginnen bij God als schepper. Wij zijn hier op aarde, maar het begint al veel eerder. God was er van eeuwigheid tot eeuwigheid. En God heeft besloten om een wereld te scheppen en om op die wereld een mensheid te scheppen. En hij is de eigenaar van alles wat leeft. En als je dat even probeert in te laten werken, dat God is de eigenaar van alles wat op aarde leeft. Van hem is de zee, ze is door zijn kracht met al het droge voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen. Er is niets op aarde wat niet het eigendom is van de Heer.
Alles is van hem, alles wat jij bezit, alles wat je denkt te hebben, is ergens het eigendom van de Heer en krijgen wij slechts in bruikleen. En daarom van hem is de zee, van hem is het droge en het moet alles naar zijn wetten horen. Nu, en de Heer, de schepper van hemel en aarde, heeft bij het scheppen van deze wereld, als het ware zijn woord meegegeven, zijn beschermende geboden, om die mensheid te leren daarnaar te wandelen. Omdat we anders zouden verdwalen en dolend en dwalend in deze wereld zouden omkomen. Dus de schepper van hemel en aarde geeft zijn woord mee. Nou ja, en zo heeft hij dus recht op ons leven. Of we nou in hem geloven of niet, heeft hij zijn geboden aan ons gegeven, ons ten goede. En daarbij geloven we dus dat die geboden er niet zijn om ons leven wat minder aangenaam te maken of te beknotten. Maar omdat die geboden voor ons beschermend zijn. Dus een rustdag, daar heeft de Heer recht op. Dat we zijn naam heiligen en eerbiedigen, daar heeft hij recht op. Dat we een ander niet doodslaan, dat we niet echtbreken, dat we niet stelen. En al die andere geboden, die zijn ons ten goede gegeven. Omdat hij de schepper is, heeft hij daar recht op. En dan zitten we meteen ook in de zonde. Want wat is zonde? Ja, dat we de schepper niet meer de eer toekennen die hem toekomt. En als dan de zondeval is gekomen, zie je dat meteen ook misgaan. Als Adam en Eva, de kinderen van Adam en Eva, dan komt de zonde in deze wereld. Nou, we hebben aan het begin van de avond Handelingen 4 gelezen. Geweldige geschiedenis, inderdaad geen lijdensgeschiedenis. Maar net daarna, over de ogen die opengaan. En die kreupelen, die wordt genezen en er komen allerlei mensen tot geloof. En dan zijn daar de leiders van het Joodse volk die er niet zoveel van moeten hebben. Die zijn een beetje onrustig en die vinden het allemaal maar niks. En die willen eigenlijk eens gaan vragen aan Petrus en Johannes van, ja, waarom doen jullie dit? En dan moeten ze verschijnen voor het grote Sanhedrin. Dus best een heel officiële setting. En dan vragen ze, door wat kracht heeft u dit nou gedaan? In welke naam heeft u dit wonder verricht en waardoor komen al die mensen tot geloof? En dan spreekt dus Petrus die beroemde woorden. Hij zegt, dat doen niet wij. Het is niet in onze eigen kracht. Hij zegt, dat is in de naam van de Heer Jezus. Laat het u alle bekend zijn bij heel het volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die u gekruisigd hebt, die uit de doden is opgewekt, dat hij het gedaan heeft. En er is onder de hemel geen andere naam waardoor wij zalig moeten worden. Nou, dat vind ik heel bijzonder. Hij staat daar ergens als een verdachte, terechtgesteld. En er staat daar een Sanhedrin, allemaal belangrijke mensen. En dan wordt aan Petrus gevraagd, en door wat voor kracht doen jullie dit? Nou, dan spant het er best om. En dan zegt Petrus niet, nou ja, laten we het nou niet te groot maken en wij doen ook maar wat. Op jullie manier en wij op onze. Nee, te midden van die mensen, als die er misschien nog weg mee zou komen, als die de boel zou afzwakken, komt hij er vrij uit vooruit. En dan gaat hij er nog bijna overheen ook. Hij zegt niet alleen, nou, door welke naam doen we dat? Door de naam van de Heer Jezus en daarmee af. Nee, zegt hij. En als het daarover gaat, en er is geen andere naam. Dus op dit moment, een cruciaal moment, waar het er echt om spant, belijdt Petrus, er is geen andere naam waardoor wij zalig moeten worden. En dat deed me ook even denken aan die andere belijdenis van Petrus. In Caesarea Philippi, als de Heer Jezus vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? Elia of Johannes of u? En dan zegt Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan later gaat hij zijn meester verloochenen en gaat hij nog heel veel dingen meemaken. En dan staat hij hier voor dat Sanhedrin, Jezus, de enige naam tot behoud. Nou ja, en daarmee trek ik het nog maar even nog wat dichterbij. We kunnen natuurlijk zeggen, de God van de Bijbel is uniek. Het is de enige naam. Maar uiteindelijk gaat het erom, is het onze naam? Is zijn naam mijn leven? U bent de Christus, de Zoon van de leven. Dat is uiteindelijk de vraag waar het op aankomt. Maar jij, wie zeg jij dat ik de Zoon des mensen ben? En dat vraagt de Heer Jezus in Caesarea Philippi. Dat was het heidenen, het gebied van de heidenen, van de afgoden. Het gebied waar God niet meer werd gediend. En waar de God van Israël eigenlijk onbegrepen werd. En in die omgeving stelde de Heer Jezus nogmaals de vraag. Wie zeg jij
dat ik ben. En Petrus zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Tot slot, hè, we gaan afronden. Ik moest ook denken aan een waar gebeurd verhaal uit Armenië. En dat zat ergens bij het maken van dit verhaal telkens in mijn hoofd. Dat gebeurde in december 1988. Misschien sommigen er wel eens van gehoord hadden. In het westen van Armenië is toen een hele zware aardbeving geweest. Die aardbeving heeft hele gebieden ontregeld, infrastructuur en zo platgelegd. En ik heb het ooit een Armenier zelf eens horen vertellen. En het sluit wel heel erg aan bij dit. Het ging over die dag, hè, in december, begon als alle andere dagen, gewoon zoals iedereen de dagen begint. En zo was er ook een jonge Armaan die door zijn vader naar de basisschool werd gebracht. En ook die morgen, hij werd altijd 's morgens door zijn vader weggebracht. En 's middags kwam zijn moeder hem dan weer uit school ophalen. Want zijn vader ging dan meteen door naar zijn werk en die kwam later thuis. Nou, zo ook deze dag, hè, samen naar school toe, zoals altijd. En toen bij dat schoolhek, die kleine Armaan die kijkt naar zijn vader voordat hij afscheid neemt en hij vraagt: papa, zou u mij vanmiddag ook een keertje willen ophalen? Zou u mij voor één keer ook een keer willen ophalen? Nou, die vader zit even na te denken of dat wel lukte zo met zijn werk. Maar dan ziet hij de vragende ogen van Armaan en hij zegt: nou, weet je wat voor? Ik kom je vanmiddag ook ophalen. Nou, Armaan helemaal blij: beloofd, papa? Ja, beloofd, ik kom je ophalen. Nou, Armaan de school binnen, zijn vader naar zijn werk toe. En dan om 11:41, dan wordt het land getroffen door een zware aardbeving. De grond begint te schudden en te trillen. Er komen grote gaten in de grond, gebouwen die niet stabiel genoeg zijn, ze storten ineen. Sterkere gebouwen, er komen scheuren in, straten, wegen, eenmaal kapot en dat gaat een paar minuten zo door. En dan wordt het zo pijnlijk stil en in die stilte, degenen die gewond zijn, die liggen onder, maar degenen die dan nog net wel kunnen lopen of niet gewond zijn, die rennen de gebouwen uit op straat en zo, in die radeloze paniek van zo'n eerste moment. En die vader van Armaan, die het heeft overleefd, die weet maar één ding te doen. Door die straten heen rent hij links, rechts, richting één en richting die school. Nou, aan het einde van de straat ziet hij het al snel. Dat schoolgebouw helemaal in puin. Er staat een groepje mensen omheen die natuurlijk huilend staat en ook helemaal in paniek. En dan op ja, wat er gebeurt in het hoofd van die vader. Maar hij rent die straat door en hij ziet die mensen daar staan. Maar ergens, hij ziet ze niet. Hij duwt ze opzij en hij rent maar één kant. En hij rent zo dat puin, die brokstukken op. En dan begint hij daar als een razende in die brokstukken te zoeken. Grote puinstukken. Hij gooit het opzij en opzij. En even later komen hulpdiensten die komen helpen. En dat gaat maar door en door. En de middag gaat over in de avond. Mensen zeggen, joh, zou u niet even pauzeren? Maar hij wil niet van pauze weten. Die hele nacht gaat hij door. De volgende dag, mensen raden hem aan. Joh, stop even, zijn handen liggen inmiddels helemaal open. Bebloed van al dat puin wat hij heeft gepakt. Maar hij wil niet eten, hij wil niet drinken, hij wil niet slapen. Hij gaat die hele dag door met zoeken, zoeken, zoeken. De avond gaat opnieuw over in de nacht. De volgende dag breekt aan. Het is bijna 48 uur later. En dan gebeurt het onmogelijke. Die vader, hij ziet een groot brokstuk en hij neemt dat brokstuk in zijn handen, sleept het opzij. En opeens kijkt hij in een soort ja, donker zwart gat. En alsof hij het aanvoelt, roept hij naar beneden, Armaan! En dan gebeurt het wonder. Uit dat gat klinkt opeens een stem, papa! Armaan, leef je nog? Armaan, zit je daar? Ja, papa, we zitten hier met een groepje jongens en we hebben het allemaal overleefd. En al die jongens die zeiden, we zullen hier allemaal omkomen. We zitten hier diep weg onder het puin en er is niemand die ons hoort en we zullen hier allemaal moeten sterven. Maar Armaan zei, maar ik geloofde het niet. Want ik heb gezegd tegen de jongens, mijn vader heeft beloofd dat hij me komt halen. Mijn vader heeft beloofd dat hij me komt halen. Nou ja, daar moest ik aan denken bij dit verhaal. Dat is het unieke van het christelijk geloof, de naam van de Heer Jezus. Dat God deze wereld, deze kapotte wereld kwam bezoeken. En tussen de brokstukken van jouw verloren leven, hè, op de ruïnes van je door en door verzondigde bestaan, kwam Hij naar beneden en ging Hij op zoek om verloren zonen en dochters te zoeken. En ja, er zat bloed aan zijn handen.
Er gingen spijkers doorheen. Aanstaande vrijdag mogen we het weer gedenken. Een doornenkroon op zijn hoofd, zijn rug open, gegezeld. En dat om zondaren zalig te maken. Als je dat bedenkt, dan is het christelijk geloof niet alleen een unieke godsdienst. Het is niet alleen het enige, maar het is ook het meest geweldige. Geen andere naam dan de naam van de Heer Jezus.